Ik ben Jeroen Niemans, ik ben namens Platform 31 coördinator van het Jaar van de Ruimte. Het eerste is dat we op allerlei prachtige, bijzondere plekken zijn geweest dit jaar. Van noord naar zuid en nu hier met deze skyline op de achtergrond, op een drijvend paviljoen. Dat is echt een fantastische reis die we maken dit jaar. Welkom allemaal bij deze laatste tussenstop van het Jaar van de Ruimte On Tour. Vandaag is het natuurlijk het thema water. We begonnen in Loppersum in het noorden. Toen zakten we af een beetje naar het westen Arnhem, naar het zuiden Helmond. Nu in Rotterdam. En wat verwacht je echt van vandaag? Ik denk dat wat er nu in het ontwerpmanifest staat, dat nog wel wat verdieping en intensivering kan gebruiken. Iedereen die het leest, dus het is ongeveer, als ik me niet vergis, 1 bladzijde. Nou, dat vind ik eigenlijk te min. Dat is wel heel boven. Ja, vind ik ook. Dus ik daag jullie allemaal uit om nog eens even goed te kijken wat de kracht van het water is voor de ruimte. Ja, dan heb je de politieke discussie van hoeveel heb je ervoor over om dingen te gaan beschermen. En als je daar tegenover gaat zetten wat de economische belangen zijn van het centrum van Rotterdam, maar ook gewoon voor de mensen zelf, om de kelders droog te houden, dan is het uiteindelijk heel belangrijk. En dan, als je ziet dat het slaagt en dat het werkt, dan denk je later helemaal niet meer aan wat het gekost heeft, maar dan denk je aan het nut wat het brengt. Er worden nog steeds straten ontworpen die niet klimaatadaptief zijn. Ja. Dus het moet in alle, en regelgeving en in een soort mindset. Ja, de regelgeving vind ik daar aan toe, want ik vind dat het van onderop moet komen. Dat de ontwikkelaars, de gemeenten, de inwoners, dat die zelf gaan nadenken over wat voor maatregelen kan ik nou nemen als ik iets doe. Is dat wel klimaatadaptief? En als waterschap ben ik bereid om dat te faciliteren. De urgente opgave van het manifest. Ik wil graag het woord geven aan Mattie Bush. Ik heb eens even gekeken naar dat manifest en wat er tot nu toe staat en wat ik vind op het internet. En daar heb ik een aantal woorden uitgepakt, een aantal zinnen. En als ik daarnaar kijk, dan zeg ik van ja, weet je, eigenlijk het is allemaal wel een beetje waar hè, wat er staat. Het mag ook best de aankomende tijd een beetje spannend worden. En je kijkt naar het principe van die basisveiligheid en je kijkt naar de situatie nu, dan weet je ook, dan zie je hier ook in dit plaatje, dat die basisveiligheid met name in het rivierengebied nog lang niet op orde is. Toekomstbestendig Rotterdam, klinkt paradoxaal meteen dan. Wij zijn al eeuwen bezig met de stad toekomstbestendig maken. Zo'n 8 eeuwen geleden, toen dachten wij, ja, het dorp heet Rotterdam, laten we dan ook maar een dam in de rivier de Rotte gooien, dan komt het een beetje leuk uit. Heel indrukwekkend, de rivier als metropolitaan deltalandschap. Wat zou nou mooi zijn als je die rivier inzet om die ervaring van die delta veel tastbaarder te maken. Dat je die rivier beleefbaar kan maken. Dat je kan voelen, dat je hem kan ruiken. En dat hij dus eigenlijk een bijdrage levert aan een aantrekkelijke regio. Klimaatverandering staat hoog op de agenda. Even los van dat het een merkwaardige discussie is in Parijs. Of we wel of niet een akkoord halen over 2 graden. Want 2 graden is nog altijd 2 graden te veel, hè, denk ik dan. Maar goed, hè, dat is. En door klimaatverandering praten we ook meer over water. Wereld Economisch Forum zegt, water is het grootste risico van deze tijd. Maar wij vergeten dat wij hier al 1000 jaren aan werken. Ja. Nou, wat ik heel belangrijk vond om te horen is dat het manifest is er nog lang niet. Oh, fijn. Ja, ik denk dat het licht fantastisch is. Maar ik denk ook dat het heel helder is dat het scherper moet, urgenter moet en meer gericht op het wat, het hoe en het wie. Zoals Matthijs van Nieuwkijk zegt, aan tafel. Dankjewel, Henk Oving. Ja. Heel vaak verwachten wij dat het allemaal goed gaat. En als het niet goed gaat, krijgt er iemand op zijn donder. Maar daar kun je ontzettend last van hebben, want dan word je voorzichtiger. Je moet met elkaar ook durven erkennen dat een proces van lerend ontwikkelen een proces is van fouten maken, oplossingen vinden en verder gaan. De toekomstige gebiedseigenaar, die hebben wij min of meer de verantwoordelijkheid gegeven. En zo is het zo verder gegaan. En dan is het motto geweest, iedereen die wil wat. En samen is het meer als wat je in je eentje had gewild. Thank you.
de metropolitane landschap, wat net ook terugkwam, daar kunnen waterschappen echt wel wat in betekenen. En we gaan ook steeds meer in de stad zitten natuurlijk, als waterschap zijnde. Maar wat is nou de essentie wat waterschappen kunnen betekenen voor die verbinding vooral? Dat is mijn vraag aan jullie. Mooie, goede gesprekken, leuke gesprekken, geanimeerde gesprekken. We nemen de tijd een heel jaar lang om ook de goede gesprekken te voeren, waardoor je ook het ook echt gevoel hebt dat we echt iets bereiken dit jaar. Echt een stap verder komen in de discussie over de toekomst van ons land, waar we heen willen, waar we heen moeten, hoe we daar komen, wat we kunnen bereiken. Dus ik denk dat het een hele rijke oogst is die we dit jaar ophalen. En nou, zeker op de slotbijeenkomst op 15 december, denk ik dat we echt fantastische resultaten kunnen laten zien.